dat de toegang tot het rampgebied onder voorwaarden alleen mogelijk zou zijn. Maar wat behelzen deze voorwaarden? Deze briefing mogelijk gemaakt is. Ik stel dat zeer op prijs. Verder, voorzitter, wil ik vanaf deze plaats mijn medeleven betuigen met de nabestaanden van deze deze verschrikkelijke tragedie, deze laffe raketaanval, de slachtoffers die gevallen zijn, nabestaanden die het ontzettend moeilijk hebben, families die uit elkaar gerukt zijn. Het is verschrikkelijk, het is een groot drama en ik wil er echt heel diep mijn medeleven voor uitspreken. Verder, voorzitter, heb ik één opmerking, één vraag aan de minister-president. Minister-president, stuur onze special forces nu het gebied in. Haal onze mensen terug. Koste wat het kost, haal ze terug. Red de eer van het land. Dit kan zo niet langer doorgaan, dit gezol met onze mensen. Nu het gebied in. Desnoods met steun van Amerikanen, met steun van Engelsen. Nu moeten onze mensen teruggehaald worden op dit moment. Dit kan zo niet langer voortduren. Dank u wel.